Ik zie ze daar nog altijd zitten, Mamundaya, een kleine, zwarte, maar pittige vrouw. Ze is leidster van een basisgemeenschap in Congo. En ze wou me eens spreken. Naast haar een aantal mannen van het comité, net een tribunaal. En ik vroeg me af wat er gaande was. Ze had me al geruime tijd bezig gezien op de parochie, met de jongeren, op vergaderingen, in de basisgemeenschappen of op vormingsactiviteiten. En alles verliep vlot. Palabers waren er niet. Waarover moest ze me dan zo dringend spreken? Mon frère Jean, zegt ze, je bent hier nu bij ons en we hebben je graag. Maar er is één ding dat we niet begrijpen. Waarom ben je geen priester? Je hebt toch je vorming achter de rug? En je hebt toch de leeftijd? Ik had me helemaal niet aan dergelijke vraag verwacht. Ik was geen schutist geworden om priester te zijn. Wel om eenvoudig samen te leven en te delen waar ik woon en werk en dienstbaar te zijn waar ik kan. Maar we vragen het jou. Zoiets doe je toch niet voor jezelf, doe het voor ons. Ik stond paf. En dat was wel uitzonderlijk. Want ik was gewoon om me te verantwoorden voor mijn keuze. Tegenover mijn oversten en vrienden ontbraken me eigenlijk nooit de nodige argumenten. Ik was zeker van mijn stuk. Je moet weten, de jaren 70 waren turbulente tijden. De wereld stond op zijn kop en de kerk evengoed. Ik was missionaris van Scheut, maar missie was niet meer zo evident, want ook te veel gelinkt aan kolonialisme. En bij de scouts waar ik actief was, verliet de ene almoezenier na de andere het priesterambt om een gezin te stichten. Kon je wel een levenskeuze maken voor altijd? Moest ik dan alleen overblijven als al mijn vrienden weggingen? Al die vragen had ik me gesteld en ik had besloten mijn ideaal op een andere manier te beleven, zonder klerikale status. En nu was er plots die vraag, van Mamundaya dan nog, met als enig argument, wij vragen het jou. Tegen Mamundaya zeg je niet nee. Ik heb dus ja gezegd, in hun bijzijn, oog in oog, ben ik tot priester gewijd. Plotseling stond ik niet meer midden onder hen, of naast of achter hen, maar voor hen. Ik keek in hun ogen en zij in de mijne. Mijn vrijheid, waaraan ik zo gehecht was, behoorde nu ook hun toe. En we wisten aan beide kanten, we moeten elkaar dragen.